Hallo, welkom bij de Bierdetour. Vandaag hebben we weer eens een pakje van Nederlandse makelij. Het komt van Dutch Beards. Het zijn 4 nieuwe geuren. En als je een echte daredevil bent, kun je ze kopen in een daredevil pakje. Mocht je er meer over willen weten, blijf zeker kijken. Het zijn 4 geuren en ik ga ze alle 4 behandelen. Het zal jullie niet geheel ontgaan zijn. Dutch Beards heeft een pakje uitgebracht met 4 nieuwe geuren daarin. Het Daredevil Pack. Je kunt de geuren ook los verkrijgen, maar ik heb ze alle 4 in een Daredevil Pack. Als je het pakje openmaakt, ziet het er van binnen zo uit. Keurig 4 gerangschikte flesjes. Als je de flesjes eruit haalt en je zet ze neer. Ik zet ze even zo neer, wacht even. Zo. Dan heb je 4 flesjes van het kenmerkende Dutch Beard. In de Dutch Beard kwaliteit uiteraard. Het gaat om de geuren Black Dragon, Angel's Share, Bottled Genie en Devil's Cut. Ja, inderdaad, sommige van deze geuren zullen de namen je bekend van voorkomen. Zijn namelijk eerder op de markt geweest. De geuren zijn toen uit de markt gehaald op een gegeven moment. En de geuren zijn nu terug op de markt, gerecreëerd met andere geuren. En met een verbluffend resultaat. Nou, hoe ga ik dit doen? Ik ga 4 weken lang elke week 1 olie bespreken. Dus een gedeelte van deze video zal elke 4 weken hetzelfde zijn. En een gedeelte zal iets nieuws voor je zijn. Aan het eind van die 4 weken geef ik pas een cijfer. Voor het geheel. En tot die tijd geef ik geen cijfer. Zoals gezegd, 1 olie per week. Want mocht je toch een beetje een daredevil zijn, dan heb je nog de kans om de Daredevil Pack bij Dutch Beards te bestellen. Vandaag bespreken we de geur Bottled Genie. Bottled Genie bestaat uit avocadoolie, abrikozenpitolie, tarwekiemolie, vitamine E olie en baobabolie. Dit is een medium dikke olie. En hij is wederom lichtgelig van kleur. Deze olie wordt erg snel opgenomen door de baard. En de geur, die zal je heel erg gaan verrassen. Want hij is opgebouwd uit sandelhout, citroengras, grapefruit, sinaasappel, cederhout, geranium, patchouli, vetiver, ambergris, eikenmos, benzoé, mirre, gember, kaneel, kruidnagel, karwijzaad en vanille. Een erg diepe geur, erg gelaagd, erg complex. En ik denk dat die zeker de moeite waard is om te proberen. Wat kan ik er je verder nog over vertellen? Het zit in het kenmerkende glazen amberkleurige flesje met het rode pipetdopje. Er zit een etiketje op, batchnummer staat erop, ingrediënten staan erop. Er staat nog meestal een, bij allemaal staat er een leuke spreuk op. Lees die ook vooral. Alles wat je moet weten staat erop. Allemaal natuurlijke ingrediënten, waar mogelijk van biologische oorsprong. Alle ingrediënten kun je natuurlijk nakijken in de beschrijving hieronder. Als mede een link naar Dutch Beards waar je het kunt bestellen. En mocht je het bij Dutch Beards bestellen, laat even weten dat je het gezien hebt op de Bierdetour, want daarmee steun je dit kanaal. Inderdaad, in deze aflevering nog geen eindcijfer. Mocht je een eindcijfer willen weten, dat is in de 4e aflevering van deze serie. Ben je nou nieuwsgierig naar de volgende olie die ik ga bespreken, dan moet je volgende week even weer kijken. Dit was hem voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Felix en ik ben de Bierdetour.